Wij zitten hier in, eigenlijk onder de rook van het station Broekerhaven, hier recht tegenover, bij Simon Dorpema. En ik heb Simon Dorpema leren kennen bij de fysiotherapeut. En Simon heeft een vervoermiddel en het is een rolstoel. En dat is al jarenlang gebruikt hij dat vervoermiddel op de meest bizarre methodes doet hij erop. Trouwens, hij doet er wel eens een capriool op. Ja. Die horen eigenlijk in de circus thuis. Ja, Wim, ik zal ze niet voordoen, want het wordt opgenomen. Dus het lijkt me gevaarlijk. Ja, lijkt mij ook. Dat lijkt mij ook. Maar Simon, ik heb jou leren kennen dus bij de fysiotherapeut. Ja. Doe jij ook elke week oefeningen om jouw beperking eigenlijk, en dat is, je bent MS-patiënt. Ja. Om zoveel mogelijk daarmee te kunnen leven eigenlijk. Ja, ik moet ook mijn ledemaat in beweging houden. En daar heb ik toch een fysiotherapeut voor nodig. Want ja, als je niks doet, dan roet je vast. Ja. Dat is niet goed voor je. Maar nou wilde ik eigenlijk een beetje met jou hebben over, je bent geboren in Italië. Ja, Lago Maggiore. Lago Maggiore. Nou, ja. Dat is een bekend. Kent iedereen in Nederland, die kent het Lago Maggiore. Ja, het is zeg maar 30 kilometer, 50 kilometer boven Milaan. Ja. Daar had je een stadje, Varese. En daar ben ik geboren en daar woonden mijn ouders ook in de buurt. Daar ben ik ook mijn hele jeugd opgegroeid en naar school gegaan en op een Europese school. En op een gegeven moment groei je verder. Ja, maar jouw vader had daar werk gewoon. Ja, mijn vader en mijn moeder hadden op een gegeven moment werk daar. En dan groei je daarop en dan weet je niet beter. Nee. Je hebt er ongeveer tot je 19e jaar gewoond? Ja, klopt. Dus je spreekt ook vloeiend Italiaans, eigenlijk. Certo. Natuurlijk. prego. Maar, jouw fascinatie voor geluid is in die periode ontstaan. Ja, dat is eigenlijk al heel vroeg begonnen. En dat is historisch gegroeid. En dat is ook een beetje door de familie. Mijn vader heeft zijn hele leven lang, totdat hij naar Italië ging, ook in de buizentechniek gedaan. Ja. Hij repareerde televisies voornamelijk. Maar radio's hoorden daar ook bij. En af en toe, dan luisterde hij naar muziek, want dat was zijn hobby. Ja. En dat is zeg maar overgegeven van de generatie. Dus in feite werd het al bijna met de paplepel ingegeven. Belangstelling voor geluid en techniek en voor muziek misschien ook wel. Ik denk dat ik eerder geluid heb gehoord dan dat ik licht gezien heb. Ja, leuke woordspeling trouwens. Ja. Maar je hebt hobby muziek heb je, en geluid heb je uitgebreid. Ja. Totdat je op een gegeven moment voor de leeuwen geworpen werd als 15-jarige. Het ging niet helemaal voor de. Ik werd niet helemaal voor de leeuwen geworpen. Maar er werd mij wel gevraagd of ik serieus een opname kon maken van een Dixieland live band in Milaan. Live. Ja. En dat was nogal exceptioneel, want niemand wilde dat doen, want ze hadden zat studio LP's gemaakt. Maar elke keer misten ze de live sfeer. Alleen niemand wilde dat technisch voor hun oplossen, dat probleem, want dat kon niemand in Italië of het werd te duur. En werd mij gevraagd, kan je dat? En niet gehinderd door enige vorm van kennis, zei ik, ja, natuurlijk kan ik dat. En dat is uiteindelijk het resultaat geworden, de Milano Jazz Gang Live at Capolinea. Ja, dat is deze plaat geworden. Ik zal hem even in beeld houden zo, keurig. En het is een leuk, lang project geweest, want ik ben op mijn 15e eraan begonnen. En toen ik 16 werd, dus was het project een beetje afgerond. Dus, ja. Ach ja, je bent er toch gauw een jaartje mee bezig geworden. Maar dan alles bij elkaar. Maar ja, ik heb zelf de plaat ook. Ja. Inmiddels ook op cd heb ik hem overgezet. Maar ik moet zeggen, het verbazingwekkend goed geluid staat erop. Ja. De sfeer van de live opname, die komt eigenlijk helemaal eruit. Ja, dat is het doel was dus om die sfeer te capturen, vast te leggen.
En dat is gelukt. Ja, en dat had niemand gedacht. Ja, 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 van die muziek die kennen we en die kun je in de studio opnemen. Maar de live sfeer en het publiek en het enthousiasme van de band met het publiek, dat mist op al die vorige opnames. Daarvoor hebben we deze gemaakt en dat is 100% gelukt. Uiteindelijk ben je dus teruggekomen toch in Nederland met je ouders? Ja, teruggekomen is verkeerd woord. Ik ben weer naar Nederland gegaan. Want mijn huisbasis is Italië natuurlijk. Ja, maar je ging een studie volgen of zo hier in Nederland? Ik ben hier gaan studeren, ja. En welke richting heb je gekozen? Ik ben werktuigbouwkunde, HTS werktuigbouwkunde gaan studeren. Het fietsenmakersvak, zoals ik maar dat zeg. Maar uiteindelijk dan toch weer bij CBS terechtgekomen. De grote platenfirma in Heemstede zaten ze toen volgens mij. Ja, Heemstede Haarlem, Haarlemmerliede, ja. Ik ben bij CBS gaan solliciteren. En dat was, hoe dat loopt weet je nooit. En gelukkig maar. Maar ik heb gesolliciteerd op een functie waar ik nooit aan kon voldoen. Want ik was 23 jaar toen ik solliciteerde. En ik heb gesolliciteerd op een functie van een 45 jaar. Alleen, wonder boven wonder, werd ik toch na 9 maanden tussen dus andere sollicitanten er tussenuit gepikt. Nou, kijk eens aan. Ja. Dan kwam je eigenlijk weer in je hobby terecht. Ik kwam weer in het geluid, daar waar ik, eigenlijk altijd had willen zitten. Maar je was nog steeds gezond. Ja. Ja. Wanneer sloeg eigenlijk het noodlot toe? Ja, dat is alweer 15 jaar geleden, 16 jaar geleden. Toen ik 30 was, toen kwam ik er opeens achter dat ik na onderzoekjes en onderzoekjes en onderzoekjes en ziektewetjes. Ja, toen heb ik na onderzoek bleek dus dat ik MS had. Ja. Ja. Nou, dat was een hard gelach, neem ik aan, dat je daarmee geconfronteerd werd. Ja, dan staat je wereld wel even op de kop, ja. En je hebt sinds die tijd eigenlijk gevochten. Ja. Om toch nog je plaats terug te vinden dus in de maatschappij eigenlijk. Jawel, jawel, jawel. Want kijk, natuurlijk sta je aan het begin van je ziekte sta je een beetje in niemands land. Want niemand kan je zeggen hoe je moet handelen. En zelf weet je het al helemaal niet. Maar de tijd heeft mij gelukkig ook weer een plek weten te vinden, inderdaad, zoals je zegt, in de maatschappij. En ik ben gewoon weer een eigen zaak begonnen. In de muziek weer. Ja, ja. In de luidsprekers gegaan, buizenversterkers. En dat is mijn winkeltje nu hier achter te zien. En ja, daar leef ik voor. Ja, dat is een uit de hand gelopen hobby natuurlijk. Je hebt dus je hobby, die je als 15-jarige begonnen bent. Heb je dus onuitgebreid en je maakt speciale producten. Ik maak hele speciale. Want het is niet het type spul wat je gewoon in de winkel koopt eigenlijk. Nee. Want jij werkt nog met het oude systeem, met het buizensysteem. Ik werk nog met buizenversterkers, dat kan. Maar mijn hoofdsegment blijft luidsprekers. De buizenversterkers heb ik alleen nodig om goed geluid te kunnen geven. Dan hoor je het ook beter. Het gaat mij om de luidsprekers, want de luidsprekers die ik goed vond klinken, die kon ik niet betalen. Nee. En nu weet ik dus ook waarom. Want dat is gewoon heel moeilijk en heel duur. En nu ik het zelf kan. En heb je daar nog een speciale methode voor ontwikkeld om toch, ondanks jouw beperking, dat vak uit te oefenen? Ik heb dankzij de komst van het internet kun je natuurlijk tegenwoordig heel veel online doen. En het studiewerk en de voorbereiding voor zo'n project, zo'n vak, ja, dat is tegenwoordig vrij makkelijk aan tafel te doen. Met een laptopje kun je heel veel doen. Ja, maar je houdt ook lezingen, hè? Ik hou lezingen, ja, klopt. Sinds kort ben ik daarmee gestart. Want ik heb eerst geprobeerd via Koningin Maxima en Willem-Alexander. Ik hoopte dat Maxima mij kon helpen met het promoten van mijn idee. Want ik had een idee dat de MS-patiënten die doen zoveel om die allemaal te combineren en daar een
een groep voor op te richten. En daar had ik Maxima eigenlijk voor willen gebruiken. Hulp voor, van willen hebben. En toen was zij in Enkhuizen. Ja, toen was zij met Willem-Alexander. Met Willem-Alexander. En dacht jij, ik ga... Ik ga daarop af. Ja. Zo gezegd, zo gedaan. En met een vriendin van mij hier uit het dorp. Met Christa Weemhoff Blom. Heb ik gezegd van nou, wij gaan naar Maxima en Willem toe. Iedereen lachte zich helemaal rot. Van hoe wil je dat nou doen? Iedereen wil dat wat jij wil. Ik zeg ja, maar mij gaat dat lukken. Ja. En dat lukte natuurlijk. Ja. Want ik heb de beelden gezien. Ja. Want ja. Die waren uitgebreid op het nieuws. Ja. En ze staat met jou te praten. Ja. Jij hebt haar ook iets overhandigd. Ik heb haar een envelop overhandigd met mijn hele plan. Ja. Want ik had dat hele plan wat ik had, diezelfde ochtend voordat ik naar Enkhuizen ging. Ik zei ja, nu of nooit. Heb ik op een A4'tje hand geschreven, lekker persoonlijk, aan Maxima geschreven. Met mijn hele plan erbij en alle kopieën die ik bij de hand had van mijn bedrijf. Ja. Heb ik daarbij gedaan en aan haar overhandigd. In de hoop dat zij mij verder op weg kon helpen. Uiteindelijk heb je wel bericht gekregen. Ik heb keurig bericht gehad. En met de excuses dat ze me niet kon helpen. Want ze had me heel graag geholpen. Maar zij zegt van, jij komt er toch wel. Ja. En er zijn zoveel mensen die mij dingen vragen die ik moet helpen. Ja. Die er zelf nooit komen. Dus zij heeft mij niet geholpen. Maar zij heeft me wel keurig gereageerd. Keurig antwoord gegeven. Ja. En veel succes gewenst. Ja, ja. En terecht. Goed, er is natuurlijk heel veel geneeskundige begeleiding bij de ziekte die jij hebt. Mijn schoonzuster in Amerika is getrouwd met een arts. Ja. En die heeft het ook op de 50ste gekregen. Ja. Het is eigenlijk een ziekte die niet te behandelen is, hè, verder. Ze hebben er nog geen definitieve oplossing voor. Ze hebben er geen oplossing voor, nog sterker, ze weten nog niet eens wat de oorzaak is. Dus dan, dan wordt het lastig zoeken naar de oorzaken. Dus ja, het probleem is dat ze alleen remmiddelen hebben. Het is een ontstekingsziekte. Ja. Dus wat je probeert is die ontstekingen te remmen. Ja. En te zorgen dat je geen ontstekingen krijgt. En dat is eigenlijk het enige wat er aan te doen is. Ja. Kijk, je bent een actieve man. Ja. Je bent, zoals ik je tenminste ken de afgelopen jaren, je bent druk met muziek ook bezig. Want we hebben gezamenlijk raakpunten met de muziek, laat ik het zo zeggen. Ja, ik heb een hele expliciete smaak voor oude jazz. En ja, Wim Keller en oude jazz, dat is één woord. Dat is, ja, als ik oude jazz zeg en Wim Keller, dan zeg je één ding. Ja. En als we dan namen zeggen als Chet Baker of zo, ja, dan weten wij meteen waar we het over hebben. Springt de vonk over. Precies. En, ja, dat en dan kunnen we uren kunnen we bomen over een bepaalde noot in een... Ja, precies. Dat gaan we niet doen nu. Dat gaan we niet doen, want dat zou een beetje te lang duren. Ja. Maar we gaan het wel nog heel even hebben over de toekomst. Ja. Hoe zie jij de toekomst? Nou, de toekomst. Kijk, ik heb jarenlang ben ik een beetje achterover gaan zitten in de hoop van... Ik wacht... dat er wat gebeurt op het aspect van de medische wereld of ze wat vinden wat de oorzaak is van de MS. Ja. En op een gegeven moment heb ik bedacht, vandaar ook dat hele gesprek met Maxima en Willem-Alexander, je kunt natuurlijk blijven wachten, maar je kunt ook wat gaan doen. Ja. En toen heb ik bedacht, ook omdat het een beetje crisistijd is en de handel in de dure handgemaakte luidsprekers ook niet meer helemaal floreert, om het zo maar te zeggen. Dus ook dat is helemaal doodgebloeid. Dacht ik van, nou weet je wat, dan ga ik mijn luidsprekers gebruiken om op te trainen en muziek te gaan draaien, wat ik in het verleden vaker heb gedaan. En dan met het geld wat ik daarmee kan verzamelen, steun ik het MS-fonds. Ja. Want ja, je kunt natuurlijk altijd maar blijven wachten. Maar als je niks doet, gebeurt er niks. Ja, recentelijk ben je in het dorpshuis hier geweest. Ja, het verenigingsgebouw. Het verenigingsgebouw. Hier in Bovenkaspel. Ja.
En de mensen waren na afloop allemaal tevreden eigenlijk. Ja, ze waren heel kreeg je complimenten over je presentatie. Ja, het was hartstikke leuk. Misschien zijn er ook nog bestellingen uitgekomen, dat weten we natuurlijk niet. Nou nee, het voornaamste aspect wat eruit is gekomen is dat we eigenlijk meer naar de toekomst nog meer van dit soort projecten gaan doen. Ja, ja. En we gaan dus meer optreden en proberen nog meer centjes in te zamelen voor de MS-vereniging. Nou Simon, ik moet zeggen, ik heb zelden iemand ontmoet die zo positief in het leven staat. En altijd een praatje over heeft voor iedereen. Ja, ik vind het wel. Die maar gewoon belangstellend is. Ik vind dat belangrijk. Ik vind mensen belangrijk. Ik vind muziek belangrijk. Maar ik vind ook het sociale aspect belangrijk. En we zullen elkaar nog heel lang tegenkomen bij de fysiotherapeut. Zeker weten. Want ik heb dat zelf nodig. Ja, ja, ja. En jij ook. Dus, en we schoppen elkaar gelukkig af en toe vooruit. Bedankt voor het gesprek. Ja, bedankt.